de praktische kant van de politiek. Vier HAVO-leerlingen van het Dokkenga College in Dokkum kregen de tiersdier les in bij de Burgerschapsdij van Stichting Tienskip. Vanuit de organisatie Tienskip zetten wij ons in om jongeren wegwijs te maken in democratie. En we willen vooral laten zien dat democratie veel verder gaat dan stemmen. En dat je zelf ook initiatief kan tonen als je een probleem ziet in je omgeving. En we leggen eigenlijk vandaar uit, hoe doe je dat nou? Hoe ziet zo'n dag eruit? Jongeren die hebben van tevoren een probleemstelling bedacht. Iets wat zij zien in hun leefomgeving. Eigenlijk op deze dag gaan ze proberen om van die probleemstellingen naar oplossingen toe te werken. Wat je zelf kan doen, wat je van organisaties en mensen in je omgeving kan verwachten. En ook wat de lokale overheid zou kunnen doen om zo'n probleem echt aan te pakken. Heeft u al wat goede plannen gehoord? Ja, wij zitten hier over de verkeersveiligheid en het Nice Quality fietsen. En de prottenplakken is het donker vanuit de dwarpen en daar ben ik ideeën en we bezig om dat op te lossen. Het idee is om lanternepelen die zelf laden met sensors uit te rusten, zodat ze er langs fietsen, dat ze dan overflippen. Nou, dat is best een idee wat we eens een keer op Jerry kennen, denk ik. Ja, we willen in Dokkum een pand en daarin willen we dan een cafégedeelte en stilteruimtes. Zodat we daar, als we bijvoorbeeld een tussenuur hebben of na school, met een groepje kunnen zitten en gezellig praten, spelletjes doen of eten. En in die stilteruimtes bijvoorbeeld schoolwerk maken, wat nog nodig is. Hey, wat vinden jullie van zo'n burgerschapsdag? Ja, als dit werkt, dan is het heel leuk dat er iets uit kan komen. Dus dan is het wel heel nuttig. Ja, ik vind het heel erg fijn dat er dan zo erg geluisterd wordt naar de jeugd. En wat zij graag willen. Want dat gebeurt veel te weinig in Dokkum? Het kan wel meer, ja. Elk jaar doen wij iets aan de praktische kant van politiek. Soms een dag naar Den Haag, maar dit is vooral regionaal. En ik denk zeker dat we dit takend hier op de naai inzetten. Het is heel dicht op een burger. Ik denk dat het een heel goed initiatief is van Stichting Tienskip.